Don Joe heeft al enkele merries gedekt, waarbij zijn oudste nakomeling de 3-jarige hengst Depay is. Deze, recent bij het NRPS goedgekeurde zoon van Don Joe, is gefokt door Corne van Herwaarde uit een merrie van Hohenstein. En hij lijkt een veelbelovende hengst. Hele mooie, chique verschijning, veel uitstraling en echt een modern dressuurpaard. Depay is een 1,74 meter grote dressuurhengst met een grootramig model. Moeder Brunette stamt af van de trakenerhengst Hohenstein. Verder in het pedigree zien we Don Gregory, die op zijn beurt weer gefokt is uit de zeer waardevolle combinatie van Donderhal en Piekboebe Eins, aangevuld met Romadour 2. In de vaderlijn van Depay zien we eerst Don Joe, de zoon van Diego, gefokt uit een Lord Leddedale keer Almox Prince Mary. Diego, de vader van Don Joe, is een negro keer Don Gregory, de hengst die we ook aan moederszijde tegenkwamen. Door deze combinatie van bloedopbouw zijn vele stempelhengsten uit de Duitse fokkerij verenigd in Depay en daardoor is hij een zeer waardevolle toevoeging voor de Nederlandse fokkerij.